We doen het gewoon nog een keer, want nou wil ik dik winnen. Ik begin met een T. Tessa. Min een A. Tatjana. Is het Noora? Ah, ja. Hoi allemaal en superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En deze keer ben ik niet alleen, maar ben ik er samen met... Bijna van Hoefijs. Yay! En deze keer zitten we hier weer voor een derde deel van de serie Paarden-YouTubers Raden. Of nou ja, paarden van paarden-YouTubers Raden. Want de allereerste aflevering had ik met Feline, toen had ik verloren. Toen was de tweede aflevering met jou, die had ik dik verloren. Dus ik dacht, we doen het gewoon nog een keer, want nou wil ik dik winnen. Ja, je hebt het deze keer moeilijker gemaakt voor mij. Ja, maar jij hebt dus iets van 8 foto's van mij uitgezocht. En dan moet ik gaan raden welk paard van welke paarden-YouTuber dat dus is. En ik heb dus eigenlijk hetzelfde gedaan. Ook 8 foto's van paarden. En dan moet jij gaan raden welk paard dat is. Ja. Heb je er zin in? Ja. Oké, ronde 1. Wie gaat er beginnen? Ga jij een foto laten zien? Ik wil best als eerste. Ja? Ja? Heb jij het eigenlijk moeilijk voor mij gemaakt nu? Ik durf het niet te zeggen eigenlijk of het moeilijk is. Sowieso moet iedereen meedoen in de comments, hè? Dat is een hele goeie. Ja, doe vooral mee in de comments en laat even aan het eind van die video weten of jij er ook een paar goed had of dat je net zo slecht was als ik. Maar ik ga het heel goed doen deze keer. Ja, of als jij. Ja. Misschien heb ik het heel moeilijk gemaakt. Ja. Oké, kom maar op. Oké, je mag dus niet... Niet swipen. Anders ga ik... Het is een paard met een brede bles of het is gewoon een wit hoofd? Hoe heet het ook alweer? Dat is inderdaad wel, inderdaad. Ja, is het een bles? Nou, ik zeg niks, maar ik bedoel, ik snap wat je bedoelt. Ja? Oh, dus misschien is het allemaal niet zo. Ik denk dat het van Joyce en JD en dan heb je Revenge. Is dat je eerste gok? Ja. Ik denk het wel, ja, want ik zou anders niet weten welke brede blessen we nog meer in YouTube-land hebben. Het klopt niet. Oh. Dus je mag nog één keertje gokken. Ja, misschien is deze het ook wel echt heel moeilijk hoor. Nou, dan beginnen we gelijk goed. Ik heb wel een goede tip. Oké. Okay. Of hint. Het is niet in Nederland. Oh. Wil je nog één gokje doen? Voor de zekerheid? Nee, ik zou niet weten. Een pony. Een Shetland pony. Nou, volgens mij is dit een D-pony. Het is namelijk... Oh, een buk. Van Pippi's opvang. Oh nee, die ken ik niet. Nee, ik ken de opvang wel, maar de paarden niet. Dus volgens mij heet die Jip van Pippi's opvang. Oh, die naam komt me wel bekend voor, maar ik had het nooit voor mijn leven geraden. Ik heb het toch wel moeilijk gemaakt. Ja. Is nou 1 punt voor jou of was nou 0 punten voor mij? Volgens mij gewoon 0 punten, want ik heb het niet geraden. Ja, anders krijg je er wel heel veel. Ja, nou. Oké, ik zal de foto van mij pakken en ik ben heel benieuwd of je het gelijk gaat raden. Oh, wat moeilijk. Oh, yes! Je zou zeggen een Fries. Ja, ik zou niks zeggen. Je zou kunnen zeggen het nieuwe paard van Brit, Johnny. Maar ik vertel even wat er in mijn hoofd omgaat. Hè. Ja, dat ik zie dat het een beetje een natuurgebied is. Maar ik denk niet dat Brit in een natuurgebied nog is geweest met dat paard. Ik denk wel echt dat het een Fries is, omdat je ook een beetje golfjes in de staart ziet. Ik weet het niet zo goed hoor. Oh, heb ik het moeilijk gemaakt? Oh, dat waren de antwoorden. Ik heb echt niet gezien wie het is. Oké, okay, nee, maakt niet uit. Nee. Heb je geen idee? Oh, dan hebben we het toch best wel moeilijk gemaakt voor elkaar. Moet ik een hint geven? Ja, geef maar een hint, dan is het voor een half punt. Je hebt het antwoord letterlijk al in de eerste zin gezegd. Oh, echt? Oh, ja. Dan is het dus Johnny. Maar dat, dat is wel een hele grote hint. Ja, in een natuurgebied. Het is wel in een natuurgebied geweest. Okay. Het was heel moeilijk om foto's van hun tweeën te vinden. En dit is letterlijk de enige goeie. Maar ik dacht, dat ga je sowieso raden. Maar toch niet. Nou, ja, dat was mijn eerste ingeving wel goed. Maar ik dacht dat het niet daar waar geweest. Ja, toch wel. Ja. Oké. Het is een oor van een paard en hij heeft knotjes in. En het lijkt haast bij Horse Event. Als ik de achtergrond zo zie, dan lijkt haast die band van Horse Event. Zo, ja, ik ga snel, Maar hij is wit met een beetje grijzige manen. Ja, daar kom ik ook uit op George van Brit. Maar de vorige keer had je die ook en toen was het een valstrik. Toen was het niet zo. Ja, dat klopt. Ja. Maar wie heeft er in YouTube-land nog meer zo'n wit paard met grijze manen? Ja, ik denk dan toch echt dat het George is met Brit in Horse Event. Bij die inloopbak, in rijbak. Is dat je antwoord? Dat is mijn antwoord, maar het is sowieso fout. Je hebt het goed! Oh! En is het een Horse Event? Nee, dat niet, maar ik heb het wel goed. Oh, nee, het is helemaal... Oh nee, dat klopt. Ja, dat zei dat. Ja, volgens mij was het een Echt? Nee. Wow, ik heb het een keer goed. Ja, want ik dacht verbaast mij. Want in de vorige keer had ik zo'n valstrik gedaan. Ja. Nu doe ik geen valstrik. Want misschien denk ik dat het een valstrik is. Ja, dat dacht ik dus. Een keer de psychologie. Ja. Wauw, jij hebt gewoon gisteravond zo goed nagedacht. Allemaal rateltjes. Ja. Ik heb een punt. Ja, je staat voor. Wauw, nou kan ik echt goed slapen vanavond. De vorige keer had ik zo dik verloren. Ik denk, die ga ik nooit meer doen. Oh. Maar ik kom terug. Oh jee. Het volgende paard met een stukje ruiter. Oeh.
Oeh, dat is vaak een oven, ik weet het. Oeh, ja. Oh jee. Ik denk dat dit... ik ken die laarzen, want die heeft Leanne van Leanne Abigail ook. Oh, heb die je hebt ze ook. Oh, misschien ben jij het wel. Ja, maar dit is een bruin paard. Ze heeft een nieuw bijrijpaard. Ja? Maar wat die naam is... Ja, hoe heet is het die, hè? Is van Jarno of zo? Is dat gek als ik dat zo zeg? Ja, ik denk het wel. Is het geen Jarno? Volgens mij niet. Oh. Ik weet niet hoe die heet, maar ik weet... Oh, nou zie ik hem niet, maar ik hij is uitgegaan. 100% zeker dat het het nieuwe verzorgpaard is van Leanne. Mag ik het laten zien? Abigail. Mag ik heb ik het fout? Je hebt het goed! Yay! Maar hij is naamloos. Nou, hij heet Finn. Oh, Finn. Tenminste, volgens mij was dat zo hoor, want nou ga ik ook twijfelen. Nee, maar het was Finn, ja. Ja? Ik dacht Jarno. Jarno, hoe kom je ook op Jarno? Heb je dan een half of een Ik vind het wel, ja, want je hebt wel de helft goed. Ja, de andere helft is voor de volgende keer. Okay, we staan nu gelijk. Yes. Oh ja, 1-1. Oh, ja. Ik had even alle namen van alle paarden, van paarden-YouTubers moeten bestuderen. Ja, dat heb ik gedaan, net in de auto. Ja, ik heb even alles langsgelopen van weet ik nog die naam en die naam. Ja, dus ik ben helemaal op de hoogte. Ik had ook even mezelf moeten volgen. Ik heb geen idee of je deze gaat hebben. Dat zou... hè? Het lijkt wel een soort renpaard met een witloos hoofdstel. Maar hij is wel een beetje oud, want hij heeft een grijs vlekje bij zijn neus. Of dat is schimmel, nee, grapje, zweet. Zou die van Jesse Drent kunnen zijn? Andorra, dat paard, want hij rijdt vaak witloos en dat paardje is al wat ouder. Maar volgens mij nog niet zo oud dat hij al grijs wordt. Nee, ik gok het gewoon daarop. Ik denk dat Andorra is van Jesse Drent. Ja, is dat je antwoord? Ja, dat is mijn antwoord. Ik snap eigenlijk heel goed dat je dat denkt. Oh ja? Het is niet zo. Nee! Maar dat had ik eigenlijk niet eens zo bedacht. Dat dit is eigenlijk best een goede valstrik. Ja! Want dat zei is niet zo. Dat had ik niet bedacht, maar het is... Jolanda. Meer van Jolanda. Die heb ik de vorige keer ook fout. Ja. Ik volgde wel, maar... Ja, maar ik dacht misschien herken je de bak wel een beetje. Oh ja, nu snap ik de bak wel. Sorry Jolanda, ik heb het weer fout. Oké, ik weet niet of je deze kent, maar ze doet tegenwoordig wel veel YouTube. Dus het zou wel kunnen. Maar tegenwoordig, heel veel mensen doen ineens weer YouTube. Dus dat vind ik best wel leuk. Oeh. En ik wil eigenlijk nu gelijk allemaal hints gaan vertellen, maar ik hou me nog even 10 seconden in. Ik denk dat ik het paard herken. Ja. Want volgens mij heb jij een keer op dit paard gereden. Ja. Dat wilde ik dus ook zeggen. Ja, maar hoe zij heet, ik weet dat zij allemaal tatoeages heeft. Maar hoe het heet en hoe het YouTube kanaal heet, weet ik niet. Maar ik heb wel eens een video voorbij zien komen. Oké, maar je weet het paard wel. Het is volgens mij een soort van tuiger met allemaal best wel witte benen. Dat weet ik wel, maar hoe die heet. Net zoals met die van Leanne net. Eigenlijk 90% weet je, behalve de naam. Nee! Jij wordt vannacht wakker en denkt, wie is Jarno? Wat doet die naam in mijn hoofd? Die heet niet Jarno. Nee, sorry. Misschien zijn tweede naam. Nou ja, maar ik wil een hint over de naam. Oh, het begint met een S. Chef. Maar, chef. Jarno. Jarno? Nee. Sam. Bijna. Sam. Bijna. Samantha. Nee. Nee, dit is een mannetje volgens mij. Sam. Santano. Zo'n beetje alles komt voorbij. Santos. Ja! Ja? Ja! Santos? Oké. Ja. En hoe heet de eigenaar? Ik weet niet. Ik begin met een T. Tessa. Min een A. Tatjana. Tessa, min A is Tatjana. Tess. Ja! Oké, mag ik een halve punt? Ja, voor de moeite die je hebt gedaan. Want ik wist wel wie, maar ik had echt even moeten studeren. Ja, maar je hebt wel een halve punt. Yes, maar je staat nog steeds voor. Ik heb wel heel veel. Oké, dus jij staat voor, maar er is nog kans om in te halen. Ja, met de vorige video was het al hopeloos, maar nu is nog een kans. Oké, ik ben benieuwd of je deze goed gaat hebben. Ik heb het denk ik toch wel moeilijk gemaakt. Oh, hè? Het is een paard met een neus die een beetje wit is. En er staat denk ik een persoon achter met een groene trui. En ik heb eigenlijk geen idee. Wacht, nee, wel, ik heb wel een idee. Is het Wesla van Made? Oh, ik snap heel goed dat je dat denkt. Ja, elke keer snap je het maar. Ik vind het goed. Het klopt niet. Het klopt niet. Zit ik iets in de buurt? Het is wel een dikke neus. Het is geen koudbloed. Oh, dan is het... Oh. De kleuren kloppen wel met wat je net dacht. Oké. Ik heb geen idee. Mag ik een hint? Ja. Dat ging snel. Nou ja, de koudbloed, valk... Is het Nederland? Nederland. Dit paard wordt ook wel Spirit genoemd. Jee. Nee, weet je, is er... Nee. Ik weet het niet. Ik vind het heel erg. Ik heb de naam al in deze video genoemd. Jij of ik? Ikke.
hoe heet ze ook weer? Danielle? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat het dan inderdaad van Danielle Meiboom is. Ja, ja? Dat is wel cool. En haar kanaal heet Amable of zo. Ja? Ja? Ja. Maar ik weet niet hoe het paard heet. We zijn gewoon allebei een beetje vergeetachtig in de namen, denk ik. Ja. Ja. Je... Jarno. Je Fano. Ja. Echt? Ja, ja, nou herken ik dat paard en die kan allemaal coole dingen. Ja, die kan heel veel. Die kan heel veel, dat kan ik zelfs niet. Nee. Is ook een halve punt? Halve punt. Ja. We gaan niet echt snel, hè, maar we staan wel gelijk. Ja. Staan we gelijk? We staan gelijk, ja. Nu kan je mij inhalen. 2, 2? Wat is het? Of anderhalf, anderhalf. Dat klinkt ook zo leuk. Ja, anderhalf, anderhalf. Ja. Oké, ik ben benieuwd of je deze gaat raden. Ik ga niks zeggen. Ik denk dat dit Moos is. Ja. Ja, ja, want er ligt een aalstreep door. Oh, echt? En het is best een kippenkontje. Dus volgens mij... Oh, wacht maar, dit is van de wedstrijd. Ja, dit is van mijn Moos met wedstrijd. Ja, ja. Ik herken Moos kippenkontje. Ja, je herkent ook je eigen foto's weer terug. Dat was de vorige keer ook. Je wist precies welke foto het was. Ja, ik kijk er uren naar elke dag. Daarom weet ik dat precies. Wat goed. Je hebt gewoon een hele punt. Wat gaat dat snel ineens? 2,5. Oh, dat is gewoon bijna de helft. Ja. Oké, ik ben benieuwd. Oh, oh, ja, het is een paard van Equitality. Want die hebben namelijk zo'n zandbodem. En oh, ik heel denk, goed, heel goed. Of nou, zandbodem, ik weet niet wat het is, maar zo'n gekke zwart-witte bodem. Ja. Ik denk haast dat het een nieuwe paard van Sanne is, Ernie. Ja, je hebt het meteen goed. Ja, want die foto herken ik namelijk, want die heb ik vanochtend gezien toen ik ook ging zoeken. Echt waar? Ja. Maar waardoor ik het ook dacht, ik vond die beentjes best wel smalletjes en dunnetjes. Ja. En ik wist, ze hebben natuurlijk net een jong paard, een nieuw paard. Dus toen dacht ik gelijk aan deze. Ja. Yes, wauw. We zijn on fire. Yes, we gaan door. Ja. Oh, dan kom ik aan met de volgende. Oh, wie heeft zulke mooie nagels? Het is wel heel toevallig. Oh, is nee, dan is het ook Ernie. Ja, ja. Maar dat is wel een hele grote hint dat je die geeft. Ja, mijn enthousiasme was iets te enthousiast om het al gelijk te laten zien. Nou, ik weet niet of ik het met... Ja, je zei best snel... Ik geef maar een half punt. Een half punt? Oh. Ja, want je gaf best wel meteen een grote hint. Ja, maar ik vond het wel heel toevallig. Alle twee tegelijk Ernie achter elkaar. Ja. Oké, okay, jij bent weer. Oh, okay. Ja, we gaan snel ineens, hè, want wij raden het allemaal goed. We zijn toch wel een beetje goed. Oh, dat is Uraya. Ja, goed zo. Het gaat snel. Goed zo. Yes, ja. Nee, dat is ook mijn eigen foto. Ja. Ik doe het ook. Als ik even vrije tijd heb, al die foto's even. Oh. Dus jongens, gelijk een goede reminder. Volg ons op Instagram. Met hele mooie foto's die we zo mooi vinden dat we er uren naar kijken. Ja. Oh, ik ben benieuwd of je deze gaat raden. Oeh, oh, dat is moeilijk. Oh, jee. Dat is goed, als het moeilijk is. Oeh. Je zou zeggen een wit paard, maar het kan ook nog wel licht palomino zijn. Mm-hmm. Oeh, ik vind deze wel echt moeilijk. Ik ken niet. Oh. Yes. Paard van Feline, Nacho. Ja. Ja, met goed. Ja. Hey. Kijk. Ja, ja. Het is het nieuwe paard van Feline inderdaad. Nacho. Hey. En hij lijkt op die foto inderdaad best wel wit. Maar ja, volgens mij is hij best wel palomino. Ja. Maar hier niet. Nu heb jij weer een punt. Ik weet niet meer. Of het... 4,5 of zo? Of 3? Of 4? 4? Volgens mij 4. Ja. Het gaat altijd fout met die video's. Ja. Oké, okay, ja, kom maar op. Oh. Ik ben benieuwd. Oké, okay, dit is misschien... Ja, maar ik zeg niks. Ik zeg niks. Oké, okay, oké. Okay. Oh, het is een paard die zo'n laken op heeft van een Halloween. Iets. Oh, zo... dat heb je snel gezien. Ja, dat heb ik snel gezien. Ik wilde je poppen. Het is wel een goeie, ja. Maar wie heeft er dan zo'n cap met zo'n bruin randje en blond haar zo te zien? Oh, wat lastig. Terwijl hier best wel veel hints worden gegeven. En het paardje is bruin. Is het Esra met Halloween? Want de paard heet ook Halloween. Dat antwoord klopt niet. Oh. Maar ik kan je wel een hint geven voor de halve hint. Ik koop een halve hint. Of een hint. Zij heeft heel veel bruine paarden. Oh. En zij, ja, ze kan heel goed paardrijden. Oh. Er gaat geen lampje branden. Nee? Nee. De namen van de paarden beginnen volgens mij allemaal met de K. Oh, Jill Huibrechts. En dan? Ja, welke? Oh, een blaadje vocht er in mijn hoofd. Okay, ik gok op de kikker, want de rest weet ik eigenlijk niet. Nou, ik denk dat het kikkers zijn, maar ik weet niet zeker. Oh, je weet het ook niet. Dus heeft hij niet zo'n neus? Oh, dat weet ik ook niet. Dit is de enige die een beetje er tussenuit kan. Oh, nee, dat weet ik ook niet. Heb ik dan een halve punt? Ja, ik weet het wel. Ja, ik weet niet. Moet het opzoeken? Ja, wacht, ik kijk wel eventjes. Je hebt 2 telefoons. Wat is dit? Wat is dit voor een Pokémon kaart die je ineens omhoog poelt? Dit is een oude telefoon. Ah, ja. Dit heb is kikker. Goed? Dit is kikker. Oh, ja, is het enige paard wat ik ken. Ja. Oké. Okay. Oh, ik ben weer. Hoeveel hebben we nog? Dan heb foto's? Ik heb er nog 2. Ik heb nog 1. Oké. Okay. Ik ben benieuwd of je deze gaat raden.
Ja, is het niet... deze is van Esra, denk ik. En is het niet... hoe heette die? Skittles, die snoepjes. Helemaal goed. Ja? Ja, kijk maar. Ja. Helemaal goed. Ja, het was best wel makkelijk eigenlijk. Maar de naam was, moest ik ook even over nadenken. Maar er zijn niet zoveel mensen met zo'n spikkelpony. Nee, precies. Dus dat was wel makkelijk. Bruine paarden heeft zo'n beetje iedereen. Maar die spikkelpony, ja. Je hebt het goed. Woehoe. Ik weet niet hoeveel punten. Ik denk dat jij net iets voorloopt of zo. Klein beetje. Ik kan het nog goed maken. Misschien dat deze ook wel te moeilijk is hoor. Is het Noora? Ja. Wauw. Je kan het inderdaad, als je Noora heel goed kent. Oh, zo goed ken ik die niet. Maar door de oortjes en het voorplukje. Ja, want ze heeft één oortje waar een chipje van af is. Oh, echt? Oh. Dus daar kun je het aan herkennen. Een afgechapt stukje. Ja. Oh. Nee, ik herkende het door de voorpluk en de kleur. En doordat je ging lachen. Zo. Oh, wauw, ik had goed. Ik weet niet hoeveel het staat. Misschien heb ik al gewonnen. Maar... we staan gelijk. Nou, de volgende foto. Volgens mij gaat het heel goed een keer, ja. Okay. Is dit de laatste? Ja, deze kan het verschil uitgaan maken. Oh jee. Mijn eerste ingeving is Uraya. Maar Uraya heeft denk ik niet zo'n volle bos manen. Ik ga niks zeggen. Ik zeg nu Uraya. Want? Wat is jouw reden? Oh, nou ja, ik denk 100% zeker dat dit Uraya is. Want dit een foto is dat je over de duin of in de duinen galopeert. Of zo. Ja! Yay! Zoals de foto! Je hebt gelijk. Yes, dankjewel. Ja. Trouwe volger, dankjewel. Ja. Je hebt gelijk, ja. En hij heeft inderdaad niet zoveel manen, maar zodra hij gaat rennen, dan heeft hij ineens heel veel manen. Ja. Je bent goed. Dat is een punt voor jou. Dat is niet in mijn voordeel. Ja, de einduitslag. Het staat nu in beeld. Dus of we staan gelijk, dan zijn we allebei blij. Of jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, of jij. Of ik heb gewonnen. Gefeliciteerd. Dank. Gefeliciteerd. Of ik gefeliciteerd. Ja. Ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vond het ook leuk. En ik ben benieuwd hoe de mensen die hebben gekeken, of jullie het een beetje goed hadden. Of dat jullie er ook veel fout hadden. Laat het even weten in de reacties. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. En als je nog meer wilt zien, abonneer dan op het kanaal van Venna. En er komt nog een vlog van deze dag. Of die staat al online. Dus abonneer ook op mijn kanaal. En als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Duimpje. Abonneer op onze kanalen. En tot in de volgende video. Doei doei. Doei, doei.